Ja, de fiets maakt een belangrijk onderdeel uit van het begrip ketenmobiliteit. Marije Hamersma, onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, die verdiepte zich in dat begrip en deelt enkele interessante inzichten. Want is het aantal ketenverplaatsingen wel zo hoog als we denken? Marije, welkom. Hoi Jan-Pieter. Hey, goed dat je er bent. Marije, Maas en ketenmobiliteit worden vaak in één adem genoemd. Kun jij ons eventjes het verband schetsen tussen die twee begrippen? Zeker. Op zich kan ketenmobiliteit bestaan zonder Maas, maar het kan ook goed samengaan. Wanneer we het over ketenmobiliteit hebben, hebben we het over het combineren van minstens twee vervoerwijzen binnen één reis. En dit wordt vaak gezien als een veelbelovend alternatief voor de autoverplaatsing van deur tot deur. Bijvoorbeeld vanuit het optiek van bereikbaarheid, stedelijke bereikbaarheid en duurzaamheid. En Mobility as a Service, of een platform als Mobility as a Service, kan het zoeken en boeken van een gehele reis in één systeem combineren. En kan daarmee ook het fenomeen ketenmobiliteit faciliteren en een boost geven. Alleen is het wel zo dat Mobility as a Service op dit moment nog in de kinderschoenen staat. Er is weinig bekend over wat Maas-platforms daadwerkelijk gaan bijdragen aan het aandeel ketenmobiliteit. En daarnaast laten de eerste inzichten ook wel een beetje zien dat Maas-platforms vooral ook populair zijn onder de OV-reizigers. Terwijl je eigenlijk juist de autoreiziger wil verleiden tot het gebruik van Maas. Dus wat het daadwerkelijke effect zal zijn van Mobility as a Service op de ontwikkeling van ketenmobiliteit, dat valt nog te bezien. Dat moet de toekomst uitwijzen. Daar komen we zo meteen nog eventjes op terug. Maar ik begreep uit jullie onderzoek dat het lastig is om een definitie te geven op basis van al het literatuuronderzoek dat er nu ligt. Hoe komt het nou eigenlijk dat zo moeilijk is? Wat we inderdaad in onze studie hebben gedaan is eens in de literatuur gekeken wat nou de definitie eigenlijk is van ketenmobiliteit. En je ziet dan eigenlijk heel veel verschillende definities naar voren komen. De ene keer gaat het alleen maar over OV-reizen die je combineert met een andere vervoerwijze. De andere keer hebben we bijvoorbeeld ook de auto meegenomen in de definitie. Soms wordt lopen wel als een aparte vervoerwijze gezien en soms niet. En daarna zien we ook dat naast ketenmobiliteit bijvoorbeeld ook het begrip multimodaliteit vaak wordt gebruikt om ongeveer hetzelfde aan te geven. Dus op basis van die verschillende definities hebben wij uiteindelijk gekozen om in onze studie ketenmobiliteit te definiëren als het gebruik van minstens twee vervoerwijzen. Waarbij de auto ook een ketenreis kan zijn. En waarbij je een loopverplaatsing of een looprit meeneemt als aparte vervoerwijze wanneer er minstens 1 kilometer wordt gelopen. Omdat je dan toch wel een bepaalde weerstand aflegt. Nu begreep ik ook dat het aantal ketenverplaatsingen eigenlijk maar 4% betreft. Hè? En dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Terwijl je zou denken dat we best goed op weg zijn. Klopt, inderdaad. 4% is toch wel een vrij beperkt aandeel. Het is de afgelopen jaren ook niet... Het is wel wat gestegen, maar ja, toch wel zeer beperkt. Ondanks dat er inderdaad wel veel aandacht voor is. Bijvoorbeeld ook in het stimuleren van PNR-locaties. Bijvoorbeeld het stimuleren van OV. Dus in die zin zou je inderdaad kunnen stellen van... dat aandeel dat is toch wel zeer beperkt. Het betekent niet dat er daardoor geen positieve ontwikkeling is in het aandeel veelbelovende alternatieven voor de auto. Want er zijn natuurlijk ook andere veelbelovende alternatieven voor de auto naast ketenmobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan een volledige reis met het openbaar vervoer van deur tot deur. Waarbij er geen andere vervoerwijze nodig is. Dus je stapt voor je huis in de bus. En je stapt bijvoorbeeld bij je werk weer uit de bus. Dan is er geen sprake van een ketenverplaatsing. Maar heb je wel een veelbelovende verplaatsing gemaakt ten opzichte van de auto bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de fiets of de e-bike. Wat ook een veelbelovende verplaatsing is. Dus ondanks dat het aandeel ketenmobiliteit niet zo heel sterk stijgt. Zien we wel dat het aandeel van veelbelovende alternatieven ten opzichte van de volledige autoverplaatsing
wel iets lijkt toe te nemen. Dat is dan denk ik ook, vul het dan even voor jullie in, hè, de reden waarom je zegt, ja, het stimuleren van ketenmobiliteit hoeft geen doel op zich te zijn. Klopt. We zien inderdaad dat ketenmobiliteit alleen... ketenmobiliteit is niet het enige veelbelovende alternatief voor de auto. En het is toch uiteindelijk te kijken wat voor een bepaalde situatie het meest veelbelovende alternatief is. En dat hangt bijvoorbeeld af van de persoonlijke context van iemand, maar ook de ruimtelijke context. Dus bijvoorbeeld in het stedelijk gebied zou je meer de combinatie tussen fiets en openbaar vervoer kunnen stimuleren. Terwijl je in meer landelijk gebied het investeren in een OV, een fijnmazig OV-net, een netwerk, vaak gewoon te kostbaar. Dus dan heb je toch vaak de auto nodig. En daar kan je bijvoorbeeld dan weer gaan denken aan mobiliteitshubs bijvoorbeeld. Om meer duurzame mobiliteit te stimuleren. Ja. En jullie hebben ook een beetje een profiel opgesteld van wie die ketenreiziger nou precies is. Hè? Ik kan me voorstellen dat je daarmee niet moet aankomen bij de echte verstokte autoreiziger. Hè? Die lijkt me nou niet een typische ketenreiziger. Nou, wat we inderdaad zien is, wanneer we kijken naar al die ketenverplaatsingen die worden gemaakt, dat de meeste veel voorkomende ketenverplaatsing is eigenlijk een verplaatsing waarbij je de trein gebruikt voor de langste afstand. En dan de fiets, lopen of bus, tram of metro om van huis naar de trein te komen en van trein naar je eindbestemming. En dan zien we met name dat de fiets veel gebruikt wordt om van huis naar de trein te komen. Dus de eigen fiets. En om dan vervolgens van de trein naar de bestemming te gaan, wordt er vooral veel gelopen. Daarnaast zien we trouwens ook dat de OV-fiets, of in ieder geval de fiets aan de bestemmingskant, door de jaren heen is gegroeid. En als we dan inderdaad kijken naar het profiel van de typische ketenreiziger, dan zien we dat die vaak hoger opgeleid is. Jonger en vaker reizend voor woon-werk en opleiding als de typische autoreiziger. Dus we zien inderdaad duidelijk een ander profiel voor de ketenreiziger. Overigens is het wel opvallend dat wanneer we ketenreizigers die een groot deel van de reis met de auto afleggen, vergelijken met de reiziger die de rit volledig met de auto aflegt, dat we daar eigenlijk heel weinig verschillen zien. Dus die autoketenreiziger die lijkt veel op de reiziger die volledig met de auto reist. Ja, zou je dat ketenmobiliteit nou iets meer willen stimuleren als overheid? Wat voor instrumenten heb je dan om dat te doen? Je kan er op verschillende manieren naar kijken. Enerzijds zou je bijvoorbeeld kunnen inzetten op doelgroepen die sneller geneigd zouden zijn om ketenverplaatsingen te maken. Zoals ik bijvoorbeeld al aangaf, bijvoorbeeld reizigers voor woonwerk en voor onderwijs zijn meer geneigd om een ketenreis te maken. Dus je zou bijvoorbeeld specifiek op dat soort locaties ketenreizen makkelijker kunnen maken. Aan de andere kant kan je ook meer inzetten op faciliteiten die het ketenreizen makkelijker kunnen maken. Dus daar richt je je meer op het aanbod. Dit kan bijvoorbeeld en zou zich ook met name moeten richten op het verminderen van de overstapweerstand. Want je merkt dat een belangrijke barrière voor het maken van een ketenverplaatsing is dat je vaak moet overstappen. Dus wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is het inzetten op de kwaliteit van ketenvervoer. Dus punctualiteit van het OV, frequent OV, maar ook ruime beschikbaarheid van deelsystemen. Je kan ook inzetten meer op de ruimtelijke kant. Dus bijvoorbeeld verdichting van steden, stedelijke verdichting, waardoor je de auto ontmoedigt aantrekkelijke knooppunten realiseren. En daarnaast kan je inzetten op informatievoorziening. En het kan bijvoorbeeld zijn een Maas-platform, dat het gewoon makkelijker maakt en alle informatie over zo'n reis bijeenzet. Je kan bijvoorbeeld ook denken in onderweg in de auto bijvoorbeeld informatie geven over de nabijheid van mobiliteitshubs bijvoorbeeld. Dus allerlei manieren om het maken van zo'n ketenverplaatsing voor reizigers gemakkelijker te maken. En wat daarbij ook wel heel belangrijk is dat je toch als Rijksoverheid, meer lokale overheden en
vervoersaanbieders samenwerkt om die ketenverplaatsing en die overstapweerstand daarin te versimpelen. Nou, dankjewel Marije voor je toelichting. Geen dank. Ja, en met dit interview zijn we aan een einde gekomen van deze uitzending van het Verkeersnationaal. Over 2 weken zijn we bij u terug en in de tussentijd kunt u deze uitzending terugkijken via verkeersnet.nl. Enorm bedankt voor het kijken.